vandaag 11.700 toeschouwers. Een hele degelijke volwassen overwinning van PEC. Dit is volgens mij het beste jaar wat PEC ooit heeft gehad in het 104-jarige bestaan. Welkom allemaal. Vandaag 11.700 toeschouwers. Twee keer Neesiet, Drost en Kramer een 3-1 eindstand. Scheidsrechter Blom gaf 6 keer geel aan Van Polen, Christensen, Jansen, Kramer, Kanon en Meijers. Ja, nou ja. Ik wilde eigenlijk heel kort zijn. Ik denk dat wij heel vlak aan de wedstrijd begonnen. Heel veel moeite hadden met een aantal zaken die toch van tevoren werden aangegeven. Vandaar dat ik me genoodzaakt voelde om 2 keer te wisselen. Om toch enigszins wat grip te krijgen op de wedstrijd. Dan leek het wel heel even op dat we wat terug in de wedstrijd kwamen. Na rust hadden we een beetje het gevoel van, nou, als je een goal maakt, ging wat iets wat opportunistischer spelen, dan wil ik het nog zien. Maar eigenlijk moet ik heel eerlijk zijn dat het een hele degelijke, volwassen overwinning van PEC was. En dat wij eigenlijk nooit in staat zijn geweest om er echt een wedstrijd van te maken. Ik zou zeggen dat de trainer zijn een stressvol beroep is, maar ik moet zeggen, de laatste 2 wedstrijden valt dat hartstikke mee. Het is wel waar hoor, dat komt wel eens voor. Maar ik heb echt genoten van de eerste kwartier waarin we heel vroeg ballen veroverden. Maar in balbezit met veel positiewisselingen en een snel combinatiespel gewoon al kansen creëerden. Ik had eigenlijk al het gevoel dat we de 1-0 al hadden gemist. En toen ging die toch in. Ik denk een terechte strafschop ten opzichte van Jesper Drost. En toen had ik wel daarna, als wij scoren krijgen we altijd de opdracht van meteen door op zoek naar de volgende treffer. Want de tegenstander is meestal toch eventjes onder de indruk van zo'n tegengoal. Maar ja, toen was het toch even wat minder. En zag ik al dat er 2 voorbeelden waren met Saimak en Haan. Dat ik denk van, ja jongens, doe even een beetje normaal, want dit past niet bij ons. Een Zidane vlak voor je eigen 16 meter en een bal op de borst aannemen door de keeper. Dat doe je misschien bij 5-0, maar van mijn part doe je het helemaal niet. En Henk ging toen ook na een half uur al wisselen. En toen kwam het bij ADO ook anders te staan. Met Houtkoop erbij en op middenveld werd het een wat andere organisatie. Van Duinen wat meer als tweede spits. En dat was voor ons even zoeken. Maar we zijn eigenlijk nooit in gevaar geweest. En zeker toen de 2-0 viel en de 3-0 was het eigenlijk gelopen koers. Ondanks het feit dat Kramer toch zijn goal weer meepikte. Maar het is zo'n lekker gevoel als je ziet dat de ploeg niet verzaakt. Niet de boel te licht opneemt. En het is gewoon hartstikke mooi om naar te kijken ook. Het was onze laatste thuiswedstrijd van 2014. Dit is volgens mij het beste jaar wat PEC ooit heeft gehad in het 104-jarige bestaan. Daar waren we allemaal bij. Het is heerlijk om het zo af te sluiten. En er was ook nog iets dat PEC Zwolle in de Eredivisie sinds 1980 in december geen wedstrijd had gewonnen. Dus we kunnen wat dat betreft ook weer rustig gaan slapen. Dan zien we elkaar pas volgend jaar weer terug op 17 januari met de thuiswedstrijd PEC tegen NAC. Allemaal nog een hele fijne zondagmiddag. Succes. Ja. Goeie kerst. Ja, tot ziens. Ja.